Hallo lieve kinderen, wat fijn dat jullie er weer zijn. Afgelopen zaterdag was de feestelijke intocht van Sinterklaas in Leiden. En aan het einde van de middag namen Sint en alle Pieten hun intrek in het kasteel. Alleen met de kamerindeling is het niet helemaal volgens plan gegaan. Kijk maar eens hoe dat ging. Zo. Zo. Ik ben zo blij, jongen. Zo, Pieten. Zo, fijn dat jullie er zijn. Wat was het een lange reis, hè? Ja. En eigenlijk was vandaag ook wel een hele vermoeiende dag. Daarom stel ik voor dat wij gelijk even de sleutels gaan verdelen van de slaapkamers. Hoofdpiet, mag ik even onderbreken? Tuurlijk. Kijk, ik heb hier natuurlijk een prachtige checklist. Ja. En daar staat precies op even kijken. Ja hoor. Zoek jij even verder. Sleutelpiet, sleutels bij de hand. Huispiet, nummer 12. Komt u maar. Mooi. Ja. Piet naalt een draad. Ja, kamer 69. Die is die kant op. Magic Piet, ja. Kamer 88. Vrolijke Piet, kamer 79. Ja. Piet Tinootje, kamer 63. Wat dan? Die kant op. Meisjes Piet, voor jou naar boven, kamer 44. Ja. Piet, kom er maar bij. Ja, kamer 45. Ook naar boven. Ik heb weer het kleinste. Ook ja, zo. Piet, kamer 93. Dat is die kant op. Muziek Piet. 63, kan dat? Dat klopt. Jack, als jij dat wil. Dankjewel. Die kant op. Die kant op. Ja, dankjewel hoor. Wat een prachtige checklist, hè, Piet. Hoog Piet. Ik zeg altijd maar zo. Fantastisch gedaan. Vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Ja, precies. En jij sleutel Piet, waar ga jij naartoe? Ik neem kamer 76, Hoog Piet. Dat is kamer 22 voor Jack Piet. Jack Piet, dankjewel. En kamer 1 is voor Hoofdpiet. Dat is mooi. Heb ik eindelijk een keer een grote kamer. Wat een vermoeiende dag. Oh, kijk nou Pieter. Ik zie dat jullie al bezig zijn met sleutels uitdelen. Nou, geweldig. Geweldig. Ik zie dat jullie mijn sleutel al bij de hand hebben. Dankjewel. Dan kan Sinterklaas gelijk even een dutje gaan doen. Nou, dag hoor. Ja, Hoofdpiet. Ik denk dat ik ook naar mijn kamer ga. Een lekker dutje doen. Dag, Hoofdpiet. Jij slaapt lekker op de bank vannacht. Ja, jij slaapt lekker op de bank vannacht. Ja, Ach, die arme Hoofdpiet. Moet hij op de bank slapen? Dat heeft hij niet zo goed geregeld voor zichzelf. Maar wij gaan over naar het nieuws van vandaag. Huispiet gaf vandaag een rondleiding aan een nieuw Pietje. Pietinootje. Die mag namelijk dit jaar voor het allereerst mee naar Leiden. Tino, dat was nou de hal en de keuken. En dit is nou de werkkamer van Sinterklaas. Wow, dit is wel echt heel mooi. Ja begrijp je, Tinootje, waarom ik hier zo graag werk. Ja. Ja. Kom daar anders gezellig even bij zitten. Nee. Hé, in mijn mooie kamer. Nee, Sinterklaas, we hebben eigenlijk geen tijd. Ja, maar neem maar even pauze. Hé, op mijn verantwoording. Neem maar even pauze. Pauze? Ja, graag. Ik ben best wel een beetje moe van al die lange gangen en trappen. Ja, dat geloof ik. Ga maar even lekker zitten. Heel even. Hé, ja. Ja, weet je nog, Huispiet? Hè, toen jij voor het eerst meeging. Ja. Sinterklaas, ik was 14. Ja. En dat was nog in de oude haven. Ja, dat weet ik heel goed. Ja. Zo, dat is wel heel lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Maar hoe oud bent u dan, Sinterklaas? Nou, ja. Luister, Pietino, toen ik 400 werd, toen pasten eigenlijk de kaarsjes niet meer op de taart. Dus daar zijn we maar een beetje gestopt met tellen. Dus heel precies weten we het niet meer. Ja, 400 kaarsjes, dan moest de taart wel heel groot zijn. Ja, die was heel erg groot, ja. Nou ja. Wij gaan snel door, Sinterklaas, want we moeten nog naar alle Pietenkamers. Oh ja, dat is wel heel veel. Nou, kom op. Heel veel succes, Sam. Dag, Sinterklaas. Ja, dag, veel succes. Dag.
Nou, wat een leuke Piet zeg, die Pietinootje. Daar gaan we vast en zeker nog meer van zien de komende tijd. Maar wij gaan nu door naar Piet Martino. Want die is samen met Magic Piet zijn nieuwe lied aan het zingen. En dat gaat niet helemaal goed als Muziek Piet binnenkomt. Hey Sinterklaas, kom naar uw feestje en zwaai maar met ons mee. Klinkt goed hoor, Martino. Ja, nou ja, het is natuurlijk een lied voor Sinterklaas. Ja. Maar dus een beetje oefenen. Maar Magic Piet, ja. Magic, even een vraagje. Jouw magie, ja. Jouw magic stop? Ja. Zou jij misschien ook muziek erbij kunnen tonen? Ja, lukt dat? 1, 2, 3, muziek! Hey Sinterklaas, kom naar het feestje en zwaai maar met ons mee. Hey. Wat kom je eigenlijk doen? Nou, ik hoorde jullie oefenen, dus ik dacht van, dan kan mijn prachtige stem natuurlijk niet ontbreken. Ja. Nou weet je, normaal gesproken zou ik het heel gezellig vinden, ja. Maar nu gewoon even niet. Niet. Ja, maar het is toch veel gezelliger als ik meezing. Nee, nu even niet. Nee, nu even niet. Nou, dan krijgen jullie ook niet, maar dan mogen jullie ook niet meezingen met mijn nieuwe liedje. Oh, heb jij ook een eigen lied gemaakt, ja? Ja, maar dat is trouwens nog geheim. Maar trouwens, ik heb het heel erg druk, dus ik ga naar mijn eigen kamer. Toedeledokie! Succes! Dag, Muziek Piet. Zullen we weer? Nou, ik... Luister eens. Heeft hij echt een eigen lied? Wel, nee. Hij kan natuurlijk helemaal niet zingen. Nee, dat is ook wel zo. We gaan verder oefenen. Hey Sinterklaas, kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen en zwaai maar met ons mee. Piet Martino heeft weer een superleuk liedje gemaakt, zeg. Volgende week dan gaan we eens even kijken hoe de clip daarvan geworden is. Maar door al het zingen van vandaag zit de tijd er nu helaas weer op. Gelukkig zijn we er woensdag weer. Woensdag rond 16:30. Zien we jullie dan ook weer? Deze aflevering sluiten we ook weer af met TikTok Piet. Want iedere aflevering dan heeft zij een TikTok op het liedje Hey Sinterklaas. En wie zou ze dan deze keer weer zo ver gekregen hebben om met haar mee te dansen? We gaan het zien. Ik zeg alvast wel te rusten voor straks. En tot woensdag. Doeg! Hey Sinterklaas, kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen, wij hebben...